satellite scan. Moskee! In onze stad! In onze stad!
Wij komen hier vandaag samen op de straat om onze stem te laten horen. Om in het verzet te gaan tegen de moskeeënbouw en islamisering van ons Europees avondland. Ondanks de tegenstrubbelingen van de socialistische Termond en zijn gevolg, hebben wij hier dan toch het recht op betoging kunnen afdwingen. En dit via juridische weg. Het verbod om te betogen in de buurt van de moskee was een bekentenis en gaf de ware problematiek bloot en werd zelfs bevestigd in hun argumentatie. Het wordt namelijk als provocerend met ervaren om onze bezorgdheid te uiten in hun buurt. Zo wordt omschreven. Inderdaad, volgens het politiek correcte clubje is het hun buurt. De buurt is van de islamitische allochtoon en niet van de bezorgde Vlaming. Dit is zoveel meer dan betoging tegen moskees en islamisering. Wij hebben hier vandaag gewonnen. Het verbod op onze eerste aanvraag om het te betogen was duidelijk politiek geïnspireerd en via juridische weg hebben wij het recht op vrije meningsuiting kunnen afdwingen. Het politiek correcte wereldje wordt in het nauw gedreven en men slaat met alle argumenten wild om zich heen en probeert nog waar ze kunnen ons het zwijgen op te leggen. Dit hebben we gisteren nog gemerkt toen onze Facebookpagina terug even werd stilgelegd en het evenement voor onze betoging werd verwijderd. Het is niet de eerste keer en het zal ook niet de laatste keer zijn, maar één ding staat vast. Ze kunnen het rechtsnationalistisch verzet niet weer de mond snoeien. Geen enkel boycott op straat of sociale media zal helpen. Het verzet groeit overal en men zal ons niet meer kunnen stoppen. Het volk is het beu.
een tracht de multiculturele waanzin, steeds weer door onze strot te rollen. Maar het volk blijft dit niet slikken. De kogels vliegen hier rond onze oren en terreuraanslagen moeten als normaal beschouwd worden. We moeten het maar leren aanvaarden. Maar wij hoeven dit helemaal niet te aanvaarden. De islam is de kanker in onze samenleving en wij kiezen niet voor de palliatieve zorg, maar bestrijden met middelen die wij hebben. Ondanks alle tegenwerkingen zijn we hier vandaag met meer dan 300 strijders die zich durven te verzetten. Wij hebben geen medewerking van gesubsidieerde koepelorganisaties. Dit kan me niet zeggen van de protestmars begin deze week in Leuven. Meer dan 20 gesubsidieerde linkse verenigingen riep op om te protesteren tegen het beleid van Theo Franken. Voor de linkse winkies is het asiel- en migratiebeleid hier veel te streng. Maar waar halen ze het? Er wordt meer menselijkheid gevraagd. Maar waar is de menselijkheid voor de slachtoffers van de aanslagen, gelieerd aan de asielinvasie? Waar is de menselijkheid voor de familie en vrienden van de dodelijke slachtoffers? Het moet allemaal maar vergeten en vergeven worden. We moeten er maar aan wennen. Eén ding is hier vandaag duidelijk. Wij staan hier vandaag zonder gesubsidieerde mobiliteitskracht. Ondanks de mobilisatiekracht van de linkse winkies hadden ze bij hun protestmars begin deze week nog geen 150 man op de been gebracht. Kameraden, wij zijn hier vandaag met meer dan 300. En dit zonder één cent van deze wanstaat of zonder hulp van een vulgaire organisatie als Oxfam. Voor ons geen seksschandalen, corruptie, afplassing of terroristische aanslagen. Wij moeten hier niet veel meer verduidelijken. Een rotte linkse haring pakt hier niet meer. Het wordt tijd voor een zuiver beleid. Een beleid dat zorgt voor het eigen volk, die het volk beschermt en die onze grenzen hermetisch vastleidt. De import van gemeenschappen met een vaak immoreel en ronduit haatdragend mensbeeld verscheuren onze samenleving. Daarbij rolt men steeds weer de rode loper uit voor de islam. Het aantal gesubsidieerde moskeeën vermenigvuldigt zich angstwekkend en worden steeds groter en imposanter. En daarom komen wij hier vandaag op straat, om de wildgroei aan moskeeën aan te klagen en onze straten terug op te eisen. Dit is ons land en wij geven niet prijs. Okay. Kameraden, het is u misschien opgevallen, maar vandaag dan komen we op het einde van onze manifestatie hebben we geen rellen gezien. Niet in ons en tijdens ons betogen en niet rond ons. Maar waar zouden die rellen dan komen altijd? Want bij meneer Trabant zijn vrienden, want daar komen de rellen altijd. Want in zijn Turkse wijken, daar komen de rellen altijd vandaan. Een dank aan de linkse pers. Kameraden, de persen. We trekken 1 uur na de manifestatie. Het duurt 1 uur stip na de manifestatie. We trekken de bussen richting huis. Dus... Op 22 maart verwacht jullie allemaal terug in Gent. Zal het NSV betogen voor de plaatsmode in Zuid-Afrika aan te kaarten. Wij zijn solidair met het Zuid-Afrikaanse volk. Wij zijn één volk. Kom alle naar Gent betogen. Hey, mars. Met het NSV, we verwachten allemaal, brengt allemaal iemand mee, dan zijn we dubbel zoveel. Op 22 maart. Kameraden, we sluiten af met de tweede strofe van de Vlaamse Leeuw. De tijd is blijven staan.